De derde ronde. Vier foto's op een rij. Eén hoort er niet bij. Oftewel, wie is de wietsende jager tussen de succesvolle radiomakers? Oh. Voor beide vier letters of meer. We zien Pixar en M en de paus en de twijfeltelefoon. Wie hoort er niet bij? Nou ja, twijfel, hè. Ik denk M hoort er niet bij. Ja. Want? Nou, Pixar is een hele discussie over met een film, Turning Red, waarin een klein kindje wordt beschreven dat opgroeit. Daar gaat het over dat er over menstruatie wordt gesproken, de eerste keer dat ze ongesteld zou raken. Dus er is twijfel over of dat kan. De paus twijfelt heel erg, want opeens mogen de vrouwen in een bestuursfunctie. En de twijfeltelefoon, dat was de twijfelvaccinatietelefoon. En dat is nu de twijfeltelefoon waarin je dus ook kan kijken of je misschien darmkanker of weet ik veel wat hebt. In ieder geval dat je daar... Een luisterend oor dat je dan kan bellen naar een instantie. Dus niet alleen een hypochonderlijn eigenlijk. Nou, eigenlijk. Het is, ja. Ik ga daar heel veel gebruik van maken. Ja. En ik wil even duidelijk, voor mij is het een hartstikke goed idee. Want alles is beter dan googlen. Dat doen mensen nu. Ja. En dan ben je binnen 3 pagina dood. Dan opeens, je voelt, oh hoofdpijn, oh misschien heb ik wel syndroom van Down. Dat gaat heel snel. Dus ik zweer het je. Dat is echt waar. Dit is echt voor mij, ik ben altijd, vorige week dacht ik dat ik een galblaasontsteking had. Ik had gewoon een kater. Maar dat, ja, deze serieus. Ik heb echt, dit wordt echt mijn, dit wordt... Maar lees jij ooit ook alle bijsluiters van medicijnen? Nee. Want dan kan je dus echt alles krijgen. Dan word je gek. Ja, nee, dan word je, idioot. Maar het is gewoon, er zijn 3 dingen in mijn leven waar ik altijd heel bang voor ben. Nierstenen, ben ik altijd heel bang voor. Waarom? Nou, dat is de bevalling voor de man. Dat lijkt me zo. Aanbijen. Gewoon door dat ronde kussentje. Dat je overal waar je mee naartoe neemt, zo rond. En dat kan je ook nooit weglullen. Van, hé, waarom heb je die donut mee waar je op gaat zitten? Dus dat is mijn grote angst. Maar dat kussentje waar je nu op zit, zit geen rondje. Nee, nee, nee. Het is gewoon mijn hele reet. Maar ben je daarom niet naar Hasselt gegaan? Of ben je aan mij? Dan zou ik wel met stoelen gooien. Want nee, ik wil niet zitten. Deze ga ik gewoon met jullie delen. Ik hoop eigenlijk dat ik dit aan jullie doorgeef, deze paranoia. Ik heb ooit gelezen dat een van de symptomen van hersentumor is dat je brandlucht ruikt. Dus tegenwoordig, als ik brandlucht ruik, denk ik heb een hersentumor. Wat gewoon levensgevaarlijk is, want voor hetzelfde geld is er brand. Maar dan ben ik aan het bellen met de dokter. Wat is er aan de hand? De twijfeltelefoon, ja. Ja, wauw, heb ik nog nooit gehoord. Maar heel even terug naar die plaatjes. Want ja. Pixar was nog in het nieuws omdat er een zoenscène tussen 2 meisjes moest worden gezet. Nou, bij 2 meisjes denk ik weer aan Margriet en denk ik aan weer de paus die homoseksualiteit verbiedt. Nee, het gaat ook over twijfel. Terwijl de paus is de enige die niet twijfelt. He, die staat iedere ochtend op, gaat voor de kast staan en denkt... Witte jurk! En een mutsje. En een mutsje. Klaar! Heb ik er nog een ketting bij? Ja, ik heb er nog een ketting bij. Daar gaan we. Ja, ik dacht eraan dat er dus op drie manieren wordt getwijfeld... en dat iedereen geen enkele twijfel had waarom M van de televisie af. Ben jij wel eens te gast geweest? Ja, ik ben wel eens te gast geweest. Hoe vond jij het? Ja, ik vond het niet zo. Ik had het idee dat de hele tijd soort van door mij heen werd gekeken... en dat er van een blaadje werd voorgelezen. En als je iets van iemand wil weten... dan moet je toch een beetje à l'improvise vragen stellen. Ja. Je moet tenminste echt nieuwsgierig zijn. Nou, ik ben er 1 keer geweest. De eerste over... Natuurlijk, een programma mag links zijn. Natuurlijk. Woke. En misschien is het ook wel goed juist dat iemand het voortouw neemt. Maar ik zat daar een keer en op... De volgende dag was Kitty Kotti. Dat de slavernij, de afschaffing wordt gevierd. Ja. En ik zat met witte mensen aan tafel, zwarte mensen. Niet eens over dat onderwerp, maar iedereen zat zo aan 1 grote tafel. En ze opeens vroeg zij, ga jij morgen Kitty Kotti vieren? En iedereen, één van... Ja, ik ga het vieren. En ik werd zenuwachtig. Ik ben heel blij dat het er is, maar ik heb nog nooit Kitty Kotti gevierd. Maar opeens, ik voelde me een soort slavenhandelaar. En het ging zo. En opeens hoorde je mij ook zeggen, ja, al een paar jaar, ik vier het. Ja. Een week. Ik vier het een week. Ik neem een week vrij ervoor. Ja, en dat vond ik wel heel erg. Ik ruik brand. Ja. Ruik iemand ergens brand? Ik ruik brand. Ja. Nu zat ik te roken natuurlijk. Ja.
Maar dat was wel een beetje dit programma. Ik denk, het is ook wel heel makkelijk nu het gestopt is om er achteraf enorm over te gaan. Ik ben er nooit voor uit. Er werd ook wel vooraf over gekeurd. Ik ben wel een paar keer geweest. Het had ook absoluut hele leuke kanten. Oh, Harm is het programma weer kwijt, hoor. Maar dat zijn ook allemaal jouw onderwerpen over groen en energie en duurzaamheid. Geile Maar waarom ben je er... Jij zit liever bij Johan Derks aan tafel. Ik kon die vrouw niet pruimen. Het werd voorgedragen als de nieuwe Ellen DeGeneres. En zo wilden ze er ook opkomen. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Ik kon er gewoon niet naar kijken. Je kan gewoon als witte hetero... Nou, witte. Semi-witte. Kan jij niet tegen deze vrouw? Luister. Jack is hier voor de diversiteit. Daar is Jack. Wij zorgen voor de inclusiviteit hier. Ah. Twee. Nee, alleen, wat je, Jack zegt hier iets over Ellen DeGeneres. De fout die ze wel maken, zonder onszelf nou in deze discussie te willen trekken. Alleen ze denken inderdaad heel vaak, ja, het wordt een soort Ellen DeGeneres. Maar Ellen DeGeneres is een comedian first en die is presentator geworden. Exact. Alleen wat zij dus nu allemaal doen in Nederland, is dat gaan ze allemaal een soort serieuze presentatoren. En dan, ja, wat mag best een beetje grappig. Dan denk ik, dat is ook een vak, vrienden. Ja. Je kan het ook eens omdraaien. Maar goed, de paus. Daar. Daar is het zo dat sinds kort mogelijk bij de paus ook niet-geestelijken werken. Ja. Mm-hmm. Die mogen een functie hebben. Dus dat, is, dat zou je kunnen beschrijven als woke. Ja. De lesbische Pixar-cursus is ook woke. Ja. Hoort in deze tijd. M was te woke. En dat was het verwijt. En de twijfeltelefoon is een beetje ouderwets, want het is weer met de telefoon. Ja. Dat is weer een beetje terug naar hoe het vroeger was. En wie hoort er dan niet bij? De telefoon. Ja, ja, ja. Wij hebben een andere... ik vind wel trouwens deze week, dus dat ik wel nu te denken dat... Wat ik zo fascinerend vind, en dat is misschien een wat serieuzer onderwerp... maar we hebben veel ophef, hè? Gewoon constant, ook waar we het over hadden, Siewert deze dagen. En dat is iets waar iedereen's bloed van gaat koken. En dan zo'n Pixar-ding, dan is er een lesbische zoen uitgehaald. Het moet weer terug. En wat ik ongelooflijk vond, wat deze week maar een klein beetje nieuws is gekomen... Een paar weken geleden zaten wij bij Jinek met z'n drieën tegenover Rutte. En het ging op een gegeven moment kort over de toeslagenaffaire. En ik vroeg, hoe zit het eigenlijk met die uit huis geplaatste kinderen? En dan lulde die overheen. En de volgende dag kreeg ik een bericht van een vrouw, gedupeerde van de toeslagenaffaire. En die heb ik even aan de telefoon gesproken. En ik twijfel de hele tijd of wij beseffen niet hoe erg het is. Of we beseffen het ergens wel, maar we willen het gewoon niet zien omdat het zo erg is. Maar we hebben dus gewoon in Nederland 1115 kinderen, minimaal, die uit huis zijn geplaatst door de toeslagenaffaire. En er zullen een paar tussen zitten die misschien altijd al in een onveilige situatie zijn, maar de grote meerderheid door die toeslagen. En die zien al jaren hun ouders niet meer. Ja. En ik vind het mindblowing dat als er morgen één kind wordt ontvoerd, staat het land in lichte laaien. Hebben we Amber Alert, zoektochten in bossen. En nu zijn er 1115 kinderen. En de meeste ouders die zien helemaal... En al 6 maanden, er is nog geen één kind terug. Ja. En ik snap dus niet, er wordt gezegd, er zit een team op en er wordt hard aan gewerkt. Zelfs zitten 50 mensen bij inspectie op deze zaak. Mm. Vind ik al weinig, maar die kunnen toch 50 mensen kunnen toch gewoon één kind per week terugkrijgen. Zit, die moet een paar interviews doen. Nou, het lijkt me niet dat die ouders zeggen, oh, ik heb deze week geen tijd, laat het kind nog maar even zitten. Maar wat, wat is dit voor een waanzin? Ja, dat is dit intens treurig. Ja, maar eigenlijk zou ik het woord willen munten dat we beseffen hoe erg het is. Dit zijn gewoon staatsontvoeringen. Daar hebben we het over. Het zijn ontvoeringen door de staat. Nou, die horen er dan niet bij. Mooi hoor. Ja, sorry. Ja. En sorry, nu zal ik dit debiele spel gaan oplossen. Drie dingen zijn aan het veranderen. Ja. Dus dan Pixar verandert de scène, het Vaticaan verandert... de corona-twijfeltelefoon is de twijfeltelefoon geworden... en M was juist een programma wat probeerde te zorgen voor verandering... maar dat verdwijnt. Ja. Pixar paste de film Lightyear aan en toont toch een scène... tussen twee zoenende vrouwelijke personages. De zoen was in eerste instantie uit de film geknipt... maar werd teruggeplaatst als reactie op een anti-gay-wet in Florida... Paus Franciscus heeft de regels in het Vaticaan aangepast... waardoor ook vrouwen een bestuursfunctie binnen het Vaticaan mogen vervullen. En de vaccinatie-twijfeltelefoon is aangepast en heeft nu gewoon de twijfeltelefoon. Dit nummer is nu voor allerlei medische vragen... die niet per se corona-gerelateerd hoeven te zijn. Ja. En talkshow M past zich niet aan, maar is ermee opgehouden. Het programma van Margriet van der Linden was 4 jaar te zien... maar is nooit echt omarmd door het grote publiek.
Ik heb de zoen uit die Pixar-film gezien en het stelt echt helemaal niks voor. Omdat beide vrouwen een ruimtehelm op hebben, ziet het er meer uit als twee verstandelijk beperkten die aan een raampje likken. M is nooit echt een succes geweest. De kuif van Margriet was hoger dan de kijkcijfers. Dat M na al die jaren geflopt is, trekt de presentatrice zich erg aan. En daarom wil ze voortaan als Argriet van der Linden doorgaan het leven gaan. Ik wilde ooit de twijfeltelefoon bellen, maar heb het uiteindelijk toch maar niet gedaan. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van Dit Was Het Nieuws van deze week. Maar niet voordat we hebben gekeken naar... Winnaar van 1 minuut gratis winkelen was goed voorbereid. Haagse hanggroep jongeren sluit een sletje in. Paus reageert gevat op de opmerking... Van Rukker word je doof. Wie is toch die man die bij iedere verkiezingsuitslag... die glutenvrije, suikerarme, vegan pastinaaktaart bestelt? Glennis Grace is weer op vrije voeten. Ik eindig deze aflevering met een weerbetoon, oftewel het eerbericht. Ook morgen wordt weer een zonnige, droge lentedag bij een graadje of 16. Oh. Dit was het nieuws. Tot volgende week. Shit. Meer van dit soort tantoe grappige tories zien... die je de hele dag uit je concentratie halen... waardoor je je examen echt nooit, never, never, never gaat halen. Word dan lid, like en abonneer. En ik ga je spiespa spammen.